Even uw naam. André Meiling, voorlichting brandweer veiligheidsregio Noord-Noost-Gelderland. Zijn we in Ulft bij een zeer grote brand. Kunt u hier iets over vertellen? Ja, er is vanmorgen even voor drie een melding gedaan van een uitslaande brand bij een Turkse bakker hier in Ulft. De brandweer kwam ter plaatse. Het was inderdaad een uitslaande brand. De brandweer heeft voorkomen dat de brand is overgeslagen naar belendende percelen. Nou, zitten er ook woningen boven? Zaten daar nog mensen in? In ieder geval in de naastgelegen gedeelte zaten geen persoon in. Dat hebben ze allemaal gecontroleerd. In het pand is dan niet helemaal zeker. Nu stond er ook nog een vrachtwagen tussen beide panden. Was dat nog een belemmering voor de brandweer? Nou, een belemmering niet zozeer, maar wel dat ook mogelijk die vrachtwagen brand zou vatten. Er zijn van meerdere auto's door de hitte zijn gewoon de ruiten gesprongen. Zijn er nog woningen ontruimd? Ja, de naastgelegen panden zijn ontruimd. Over hoeveel mensen praten we dan? Het exacte aantal weet ik op dit moment niet. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, wat er nu gaat gebeuren is dat de nutsbedrijven komen om gas, water, licht van het pand af te sluiten. Salvage komt voor de verzekering. En de brandweer gaat het langzaam verder afbouwen hier. Dankjewel. Absoluut.